je zien. Ik sta weer in mijn keuken. En jullie horen me al. De oven staat voor te verwarmen. Op 160 graden. Voor het bakrecept wat ik vandaag ga uitproberen. Ja, ik ga weer eens bakken. Dus dat wordt lachen en ik ben benieuwd. Maar dat maakt niet uit. In ieder geval, wat ga ik maken? Nou, dat ga ik jullie vertellen. In ieder geval een appel. En ik ga namelijk een appelkwarktaart maken. En die gaat in de oven gemaakt worden. Dus ik ga jullie gewoon laten zien wat ik allemaal nodig heb. Nou, dit zijn dan de producten. In ieder geval een pondje goudrenetten. 3 appelen ongeveer. Een limoen. 150 gram roomboter. 170 gram suiker, waarvan 20 gram apart voor de kaneelsuiker straks. Vanille suiker. En dan moet ik eventjes spieken. Ja, soms krijg ik het gewoon niet in mijn hoofd. Ken je dat? In ieder geval 150 gram zelfrijzend bakmeel plus 250 gram magere kwark en 3 eitjes. En ook nog een snufje zout. Maar dat komt allemaal straks. Weet je wat? Ik ga gewoon lekker beginnen. Nou, ik heb eventjes de appeltjes erbij gepakt. En de limoen. Die snij ik eventjes doormidden. En die ga ik straks even besprenkelen met die limoen. Want zoals jullie het misschien zien al verkleurt het. En dat moet niet. Even zo doen. En de andere helft gaat straks door de kwark. Dus maar eerst even de appeltjes besprenkelen. Met mijn leuke perser. Zo. En dit ga ik eventjes door elkaar scheppen. Als het lukt. Zo. Dat alle appeltjes een beetje limoen krijgen. Dus dan gaan we weer lekker verder. Zo. Dan maken we even de kaneelsuiker voor bovenop de appeltjes. Nou, weet je wat? Het moet ongeveer een theelepel. Ik ga het gewoon gokken. Zo. En wij houden wel van kaneel, dus meer of minder is ook niet erg. Dit gaat even lekker door elkaar. En dan wil ik graag alles erin houden. Maar zoals jullie zien, gaat dat ook weer fout. Nou, dit zet ik even weg. Zo, hier zit nog een beetje kaneel. Even een beetje lekker goed. En die gaat straks bovenop de appeltjes. En dan nemen we de kwark. Even mijn spatel zoeken. Zo. De kwark. En dan gaat het laatste halfje limoen doorheen. Zo. En dit ga ik even lekker door elkaar heen scheppen. Of in ieder geval een beetje klontvrij maken. Zo, jullie hangen weer even in mijn keukenkastje. In ieder geval, de suiker gaat erin. En de klontjes boter. Ik hoop dat ze een beetje op kamertemperatuur. Ah, het voelt goed. Ik gooi ze een beetje uit elkaar. Want ik ga mijn handmixertje pakken. Zo. Niet te hard, zoals jullie zien. Eventjes uit. Dat doe ik alvast. 1 ei erin. Thank you.
Dit is het eimengsel met de suiker. Zoals jullie zien is die helemaal lekker glad. Dus nu ga ik de kwark. Met de limoen er doorheen spatelen. Zo, wacht even. Dit moet even wat makkelijker doen. Zo. Zo. En dan spatelen die even er doorheen. Helemaal goed. Zo. In ieder geval de vanillesuiker gaat er doorheen. Zo. En ook nog een snufje zout. Een snufje. En het bakmeel. Zo. En ook dit ga ik er doorheen spatelen. Kijk, je krijgt een soort, ja, wat moet ik zeggen? Het lijkt een beetje een pudding eigenlijk. Daar lijkt het een beetje op. Maar ik ga eerst even dit allemaal goed doorspatelen. En dit goed mengen. Ja, dan wordt het tijd om het bakblik erbij te pakken. Kijk. Zo, lekker allemaal door elkaar heen. Dus, ik heb mijn bakblik even gepakt. Ik heb er een papiertje onderin gedaan, zoals jullie zien. Gewoon zo springvorm is het. Dus dan gaat dit erin. Even die onderkant nog even goed losmaken en door elkaar. Tot we alles hebben. Zo, ik pak jullie er even bij, want je ziet nu bijna niks als je in de kast staat. Dus ik pak jullie. Zo, dus even uit de kast. En dat betekent niet dat je uit de kast komt, maar je begrijpt wel wat ik bedoel. In ieder geval, ik ga jullie neerzetten. Dan gaan we door met het cakevorm. Zo, dan zien jullie tenminste precies wat ik doe. En... restjes. Zo. En die zet ik even hierachter. Dan heb ik weer even ruimte. En dit ga ik even uitsmeren. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat worden. Maar ik denk door de zelfrijzend bakmeel dat hij nog wel flink omhoog gaat komen. Zo. Dit is goed verdeeld. En dan ga ik de appeltjes erbij halen. Jammer genoeg, ze zijn wel verkleurd. Maar ik was ook weer niet snel genoeg. Maar dat merkten jullie denk ik. Ik ga gewoon even netjes neerleggen.
Dus als ik hiermee klaar ben, ben ik weer bij jullie terug. Zo, het laatste appeltje erop. En dan ga ik nog de kaneelsuiker pakken. Die verdeel ik ook even lekker zo netjes eroverheen. Ja, en dan is het tijd tot die lekker de oven ingaat. Nog even laatste zo. Nou, ik ga jullie er even bij pakken. Want ja, van boven zie je nog veel beter. Zo ziet hij eruit. En deze gaat lekker de oven in. Nou, deze gaat lekker de oven in. 160 graden, hete lucht bij mij. En hij gaat tussen de 45 à 50 minuten. Dus ik ga beginnen met de 45 minuten. Dus, tot straks. Terwijl ik zit te wachten op mijn appelkwarktaart, was ik alvast bezig om de vlog in elkaar te zetten. En ik heb afgelopen maandag toen met Halloweenavond ook nog wat gefilmd. Het was niet veel, want mijn batterij was bijna leeg. En halverwege kapte die gewoon ermee. Heb ik niet goed bij nagedacht. Maar ik wil toch een beetje de sfeer aan jullie laten voelen betreft Halloween in Den Haag Houtwijk. Dus terwijl wij wachten, even gisselen. Zo, het is tijd. Trouwens, ik hoop dat jullie dat hele kleine korte filmpje van Halloween hier in Loosduinen in Houtwijk in Den Haag wel leuk vonden. Maar nu ga ik toch kijken of ik hem heel eruit krijg. Ik ga even een spatel zoeken om even de zijkant een beetje los te maken. Want ja, nee, ik ga het gewoon proberen. Want ik heb het idee dat ik hem dan juist kapot. Waar is hij? Daar. Kijk. Ik had er wat bakspray op gedaan. Kijk, daar was ik al bang voor. Ik zie het al. Die bakspray. Ik heb hem niet gepakt. Dus een beetje aan de zijkanten losmaken. Ja, ik vind hem toch een beetje. Heel eruit krijgen. Dus dat ben ik nou mee bezig. En dat ik aan jullie. Gek op randjes. Maar dat hebben jullie door, denk ik. Kijk, los. Nou. Nog een randje. Kijk eens. Hij is wel aardig doorgebakken. Vind ik. Maar ja, we gaan toch even proeven. Ja, dus ik ga even een bordje en een mes pakken. Zo, mijn stukje taart. Ik ben benieuwd. Dus ik ga er een stukje van afhalen. Kijk. Oeh, luchtig eigenlijk. Ik ben benieuwd. Lekker. Anders dan gewone appeltaart.
Het deegje is eigenlijk heel luchtig. Waarschijnlijk door die kwark. Maar echt lekker. Ja. Echt lekker. Ja. Leuk dat jullie hebben gekeken naar Esmeralda's Kookeiland. Vind jij dit nou een leuke vlog? Vergeet dat duimpje niet. En vind jij het leuk om mij te blijven volgen? Word lid en abonneer je is gewoon gratis. En ik zal zeggen, tot de volgende keer, hè. Doei!